1000 leerlingen, 60 docenten en je hoort het al, de workshops zijn in volle gang. Kom mee, dan gaan we een kijkje nemen. Te zeer boerenrok. Ja. Dat is van. En ik wilde eigenlijk een klein beetje toch iets van mezelf maken en dacht van, ah, maar wacht, wat als ik zoiets ging doen? Dus eigenlijk. Ik weet zelfs niet hoe dat het heet, zo'n special effects iets, om het refrein van de hi-hat naar daar te brengen. Niet veel verschil, maar toch klankmatig wel een verschil. Ik ben Mario Goossens en ik ben de drummer van Triggerfinger en de drummer van Sloper, samen met Cesar Zuiderbeek, die er vandaag ook is. En wat komen we doen? Ik kom een clinic geven en ik kom wat lesgeven. Ik ben zeer benieuwd hoe dat gaat lopen. In België is een muziekschool, Muziekodroom heet dat, heb ik samen met een oude drumleraar van mezelf opgestart in 1994. Dat is een club geworden, dat is eigenlijk een soort van music venue geworden, waar daar lessen gegeven worden, repetitieruimtes zijn, optredens zijn. En ik heb daar echt heel actief 11 jaar lang lesgegeven. Ik deed denk ik zelfs 6 dagen per week lesgeven. En ik heb dan, omdat je dan toch in het drummerswereldje zit, ben ik vooral ook natuurlijk beland in het clinics geven. En als ik dan met bands begon te spelen, begonnen ze mij te vragen om clinics te geven. Dus ik heb het wel al wat vaker gedaan. Ik vind het niet mijn sterkste kant. Ik vind het heel moeilijk. Ik ben er eerlijk in. Wat maakt het moeilijk? Wat maakt het moeilijk? Eigenlijk, een clinic moet voor mij, als ik zelf naar een clinic zou gaan, wil ik iets bijleren. Mm-hmm. En wil ik vooral zien hoe dat iemand anders dingen muziek benadert of het drummen benadert. Ik vind dat nogal vrij moeilijk om dat van mezelf naar iemand anders toe te kunnen zeggen van, ja, en dit moet je doen of dat moet je doen. Iedereen kiest dat een beetje voor zichzelf, denk ik dan. En het is ook een beetje een soort van wegvinden. Dus ik verwacht eigenlijk op zo'n clinics meestal van, geef me vooral heel veel vragen. Mm-hmm. En als je die vragen krijgt, kan ik u veel vertellen. Ja. Hoe oud was je zelf toen je begon met drummen? Dat is een goede vraag. 6 jaar. Dat is jong. Dat is heel jong. Ik was ook 6. Ja? Ja. Echt? Ja, echt wel. Ja. Ik denk dat ik daar ook geluk in heb gehad, dat mijn ouders het ook gezien hebben. En, ik heb dan op mijn jonge leeftijd wel een drumstel. Ik heb nooit les gevolgd tot mijn 12e of 13e. Mm-hmm. Want ik wou eigenlijk gitarist worden. Oké, nou, dan heb je toch de goede keuze gemaakt uiteindelijk. Ja, dat weet ik niet eigenlijk. Maar ik was niet zo goed in gitaarspelen. Nog altijd niet. En,
Maar dat was, ja, ik wou frontman worden. Ja. Ja. Wel, ik heb misschien het geluk gehad dat mijn allereerste leraar, dat was eigenlijk iemand die in het dorp waar ik woonde ook drumde. Ik had een, toen in die tijd, klinkt nu heel erg oud, in die tijd had ik een discobar, ken je dat nog? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee wat het is. Dat is dus heel interessant. Een discobar zijn eigenlijk twee plaatsspelers. Okay. En een mengtafeltje, ja. Wat dat de DJ's doen tegenwoordig. Ja, ja. Vroeger noemden dat gewoon een discobar. En ik had twee speakers. En mijn oom van mij was een professionele DJ. Mm-hmm. En ik had ook zo'n ding gekregen. En die zette gewoon eigenlijk plaatjes op. Mm. En die zei van, ja, nu gaan we meedrummen. Ja. Dus ik mocht dan met die singeltjes nog zo, op vinyl zo opzetten. Zo. En dan drummen. En dan, ja, doordat ik zoveel lawaai maakte en zoveel trillingen, ja. Ging die naald zo, dus moet terug opnieuw beginnen. Ja, terug heel de tijd opnieuw. En dat is niet zoals nu op de Spotify en terug en dit en dat. Nee, dat was echt altijd. En ik moest dat dan mee leren drummen. En dan leerde ik eigenlijk verschillende ritmes spelen. Gaande van recht toe recht aan tot een shuffle. En dat was allemaal kei interessant. Maar wat ik wel heb ervaren toen, ik denk door dat al heel snel te doen, is mijn kennis van het begrijpen van en het luisteren naar muziek, en in het algemeen van structuren in een song, of wat is een feel en zo, is daar wel heel snel ontwikkeld. Ja. Dat voel ik wel heel hard. Want ik merkte, of heb gemerkt, als ik heel veel les gaf, dat toch, ja, je kunt het wel van op een blad papier lezen en spelen. Dat is een andere belevenis dan dat je toch het ook voelt. En dat, ik ben vanuit daar altijd naar andere mensen gegaan die mij systematisch eigenlijk hebben leren lezen, technisch bij hebben gebracht. Maar nog altijd in combinatie met muziek. Ja. En als ik dan 18 was, als ik echt, ja, 18, dacht ik van, ik moet nog een stap hoger gaan. En dat was in een slagwerkkrant, las ik Drumschool Kleuver in Scheveningen. En dan ben ik vanuit België elke week les gaan volgen in Scheveningen bij Hans. En daar kwam ik binnen en dat was meteen zo. Het level was meteen ook professioneel. Ik had dat nog nooit meegemaakt. Ja. Ik denk in België ook niemand zo. Of je had een muziekschool en of de privéleraar. Maar dat bestond niet, zo'n drumschool. Dat was ook iets mega exotisch. Ja. Wat ik daar vooral heb geleerd is een soort van, ze waren daar super streng. Mm-hmm. Als Belg zijnde was dat ook. Ja, een Belg is vrij snel geïntimideerd en heel snel ook op zijn tenen getrapt. Want, wat zeg je? Maar dat was wel, dat was echt wel mega. Die zei, wat kom je hier doen? Ja, dat is een vraag wat we in België nooit zouden stellen aan iemand. Ik zeg, ja, kom drumles volgen. En wat wil je worden? Amateur, semi-prof of prof? Ja, ik wil prof worden. Dan gaan we naar huis en gaan we oefenen. Mm-hmm. En doe me die mentaliteit. En ik was ervan onder de indruk. Ik zei, wow, ik moet oefenen. Wow. Ja. En dat heeft me wel geholpen. Plus, ik denk dat ik ook van thuis een soort van discipline heb meegekregen die heel belangrijk was. Mijn vader was echt van, als je niet oefent, dan trek ik de stekker eruit en betaal ik niets meer. Hm. En dan stopt het. Ja. En hij heeft me daar een paar keer op getest en dat is een paar keer fout gegaan. Ja, ja, toch wel? Ja, toch wel. Ja, blijven jongen. Ja. En blijven rebelleren af en toe. Maar toch, dat was dan ook zo effectief. Goed. Jij denkt dat je niet moet oefenen? Oké, goed. Dan gaat de deur van je repetitielokaal op slot en de sleutel is weg. Hm. Slecht rapport, deur op slot. Dag. Dus kan je eens een voorbeeld geven? Hoe maak ik het oefenen van paradiddels leuk? Ik geef maar even. Ja, dat is de meest. Een paradiddel moet al kunnen spelen. Dat is al moeilijk om met die handsetting bezig te zijn. En dan zeg je van, oké, goed, laat ons die paradiddel. We gaan dat eens op je snare doen. Maar leg nu je rechterhand eens op, of de enkelslag op je floor. En nu een linker enkel op je tom. Dan wordt het al interessanter. Dan zeg ik van, oké, goed, wat als we dat nu eens als een ritme maken? Mm-hmm. We spelen het in een ritme met een groove en ik zet muziek op. En we spelen 3 maten, dus gewoon groove. En dan de 4e maat doen we dat als een soort fill. Gebruik je dat. Maar je speelt het wel op muziek. Dus je hebt tegelijkertijd ook de notie van een soort van structuur die meegaat. En oké, dat klopt misschien niet op de muziek. Maar je leert wel
in het ritme spelen. Je leert de groove kennen en je leert ook voelen van, ah ja, dat is wat dat die beweging eigenlijk ja. doet in de muziek. Ja. En dan heb je tegelijkertijd techniek geoefend en tegelijkertijd ook nog leuk op muziek meegespeeld. De man die hier is vandaag ook, César, heeft mij heel hard beïnvloed. In die zin, ik zal het nooit vergeten, dat was op Wedden Dat nog, Jos Brink. Ja. En ja, de Belgen keken veel naar Nederlandse tv. En ik zag daar ineens iemand komen en die had een opblaasbaar drumstel. Een opblaasbaar drumstel? Inflatable, echt ineens zo. En die begon erop te spelen en dan kwam echt zo. Toe, 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 toe. Ik dacht, wow, wat is dat? Ja. En dan even later kwam hij met zijn vestje. Ik zei, wow, fuck. En dan zag ik zo live dingen van op Rock Palace, 1980. Fantastisch concert van Rock Palace, van de Earring. En ik dacht, die had echt die drumsel, dat was niet normaal. Was dat zo, hoe dat nu rondging. En ik had dat nog nooit in mijn leven gezien. Ik dacht van, wat is dit, ja? En dat was zo indrukwekkend. En ja, op dat moment werd dat ook, alleen, zij waren ook super populair. Even later de band Lady Smiles uitkwam, weet ik van. Ja, ik was er zo van onder de indruk. Zo. Ja. Maar ja, wauw. Laten we afsluiten met wat korte, typische drumvragen. Favoriete drummer? Jim Keltner. Favoriete cymbal? Sabian. Favoriete drumstick? Gretsch. Favoriete drumhead? Remo. Zijn alle merken al gepasseerd? Nou, dan heb je die ook gehad. Mario, hartstikke bedankt. En nog een favoriete stokken vind ik voor. Die was ik vergeten. Bedankt voor je tijd. We gaan dadelijk genieten van je clinic, dus stay tuned. En dan zien we jullie dadelijk weer terug bij KeyTV.